Het heeft natuurlijk weinig zin dat je elkaar gaat uitschelden via de backchannel. Hè? Vuile klootzak. En, maar je toch een rotzak. Ze ziet er ook achterbaks uit. God van je. Stomme Russische dwerg. Nee, dat zal wel niet. Ik denk puur zakelijk. Het verlossen. Kunt u mij horen? Ik was net trouwens bij... dat moet je ook aanspreken, denk ik, als oud-professor. Oud-professor, dat is een nieuwe versie. Ja, ik heb het al 100 keer uitgelegd. Natuurlijk, een professor is een professor. Het is gewoon een ambtelijke betrekking, feitelijk. En dan gaat hij met zijn pensioen. Dat heet emeritaat, met een deftig woord. En dat emeritaat duurt maar 5 jaar. En dan ben je professor af. Maar ik geef toe, oud-professor, dat dekt de werkelijkheid zonder meer. Het was met de minister, Dennis Wiersma. En het was een bijeenkomst over het leeroverzicht.nl. Oh. Dat is een website waar, als je nou wil switchen van baan, je heel veel opleidingen op één plek vindt. En tot voor kort was dat heel moeilijk als je wilde switchen en je wilde je omscholen. Dan moest je overal gaan zoeken en je zag door de boom het bos niet meer. Maar nu kan het op één plek. Zo. Ik hoop dat het werkt. Ja, ik moet je zeggen dat ik stap voor stap alle vertrouwen in de efficiëntie van de Nederlandse overheid bezig ben te verliezen. Een probleem volgens mij wat vrij breed in onze samenleving gedragen wordt. Maar... Je moet de microfoon goed bij, want er staat een vrachtwagen op de achtergrond, dat horen we je. Een vrachtauto. Ja. Ja, die is bezig een container, de zoveelste container te plaatsen. Wat er uit dat huisje is gekomen, het is verbazingwekkend. Je hebt het gevoel eigenlijk dat het hele oude interieur verdwenen is en vervangen wordt door een nieuwe. En ik denk ook dat grotendeels het gebeuren dekt. Dus voor de moet, mensen... even, moet even mijn jas opschikken. Oh ja, dus voor de mensen in de straat, bij de buren van Maarten wordt de druk verbouwd. En daar staat dus nu een vrachtauto die een container neerzet. Of afvoert, dat weet ik niet. Interessant maar. Is dat in deze buurt voortdurend druk verbouwd wordt. Als dit klaar is, dan beginnen ze 3 huizen verder. Het is echt verbazingwekkend. Het stimuleert, hè? Ja, ik moet zeggen, je hebt wel de indruk dat men iets te besteden heeft. Ja, hè? Ja. Want het zijn natuurlijk allemaal toch dingen die al heel snel in de papieren lopen. Maar dus voor, kijk, ook als op zaterdag iemand in de tuin begint te werken, dan denk de overbuurman, ik ga ook beginnen. Ja, daar heb ik bijvoorbeeld nooit last van. Nee, dat vermoed ik ook. Ook als alle overburen niet waar plotseling op zaterdag in de tuin beginnen nog, dan denk ik, godzijdank, hoef ik dat niet te doen. Ik vind het leuk, ik ben dol op tuinen, maar ja, niet dat ze door mij bewerkt moeten worden. Ja. Maar je hebt geen vertrouwen in dat leeroverzicht, want het was een heel ambitieus plan, moet ik zeggen. Ik moet het eerst zien. Oké. Okay. Eerst zien en dan eventueel kan ik mijn goedkeuring eraan hechten. Het zal weer een complexe website zijn. Het viel erg leuk, moet ik zeggen. Telefoonnummers. Er stonden geen telefoonnummers op, maar ik vond nee, het echt... Tegenwoordig zorgt de overheid en ook veel andere instanties... De allereerste opdracht aan de webdesigner is: denk erom, geen telefoonnummers. Zorg dat er geen enkele mogelijkheid voor contact is. Want ja, voordat je het weet, niet waar, moeten we zo'n bandje opzetten, 17 wachtende voor u. Ja, maar het was dus al, het was al uitgeprobeerd. En die mensen die het hadden uitgeprobeerd waren heel positief. Ah, nou, ik ben erg benieuwd. Laat ze het maar proberen. Ja. Het is dus in feite bij- of herscholing waar die mensen naar zoeken. Ja. En weet je wat interessant was? Is dat die minister, die heeft dan zo'n teampje bij zich. En dat is dan het social media team of het media team. Dus die hebben een laptop bij zich en een fotocamera. En die zitten dus te twitteren en te doen en foto's te maken. Dus toen vroeg ik inderdaad, wat die minister stuurt, doet hij dat nou zelf? Of doen jullie dat? Want ik moest natuurlijk denken aan Hugo de Jonge, die over jou toen zo'n berichtje heeft getwitterd. Dus ik dacht... Ja, van, wat gewoon waarschijnlijk de partij twitteraar heeft geproduceerd. Ja, dat vroeg ik dus aan die mensen. Dus ik wist het per die situatie, dat was een specifiek geval. Dat wisten ze niet hoe dat daar zat. Maar dit komt vaak voor dat zij het doen, dus dat team. Maar soms doet de minister het ook zelf. Ja. Ik weet niet, iemand vertelde me laatst, misschien was jij het wel, dat er nu meer PR-medewerkers waren in Den Haag dan journalisten geaccrediteerd waren. En dat leek mij eigenlijk een heel waarschijnlijk verhaal. We worden overspoeld met PR-medewerkers natuurlijk. Ja, ik ben daar niet gelukkig mee met dat soort van ontwikkelingen. Het zijn toch allemaal mensen die kletskoek verkopen in opdracht van iemand anders. Ik weet niet hoe je het precies aan zou moeten pakken om dit... Want het heeft natuurlijk de neiging eindeloos te jongen. PR-medewerker zit er nog niet of heeft een assistent nodig. En
Nou ja, die assistent die blijkt ook, zou handig zijn als ook de assistent weer een assistent. Nou ja, enzovoort enzovoort. Dus ja, ja, je ziet, ik ben op dit punt ook nieuwe websites. Daar denk ik ook altijd van, ja, nieuwe websites. Laat ze eerst die oude websites zo goed maken dat je er terecht kunt als ouderwets mens. Ja, ja. Heb je vanochtend het nieuws gevolgd in Oekraïne? Met de raketaanvallen vanuit Rusland? Ja, dat viel natuurlijk te verwachten. Vanwege die brug kan ik me voorstellen dat die Russen zeiden van... dan schieten wij wat van het ongerichte materiaal af, want dat is het. En ze kunnen niet mikken. En daar, om het maar even vrij kort door de bocht te zeggen... het komt op willekeurig. Wat ze net kunnen raken zijn de grote steden. En nou komt het dus vrij willekeurig neer op plekken waar mensen wonen. Ja, en dan is natuurlijk niks, dat is volkomen onvoorspelbaar. Je kunt dergelijke plekken ook niet serieus verdedigen. En het is natuurlijk treurig voor de mensen die dan getroffen worden. Maar het is ook weer het zoveelste bewijs van de onmacht van de Russen om iets te doen wat een gericht en effectief karakter heeft. Want het is ongericht, dus het uiteindelijke effect is nul. Ja, behalve de ongelukkige Oekraïense doden. Is het effect militair gesproken nul? Maar mensen angst inboezemen hoort er natuurlijk ook. Ja, mee. Dat kun je zeggen, maar dat doet hij dus met de kernwapens. Hè. De angst die hij met de kernwapens inboezemt, is natuurlijk vooral gericht op, laten we zeggen, de helpers van de Oekraïne. Casu, de Verenigde Staten, Engeland, de Europese Unie enzovoort. Ja. Nou ja, de NATO zogenaamd opgedeeld in allerlei blokjes, zodat het niet de NATO is, maar. Al die individuele landen. Terwijl er wel een, denk ik, een soort van coördinatie zal zijn. Ja. Ja. Maar hij heeft gezegd, we willen onder andere de geheime diensten in Kiev willen we raken. En daar werd toch van gezegd, operatie geslaagd. We hebben het... Wat zei de Oekraïne daarover dan? Heb ik niet gehoord. Oh. Nou hebben we zelfs... Nee, Nederland heeft de geheime dienst een gebouw. Wat je nog kan raken als je zelfs met een proppen schiet zonder enige vorm. Dat is een gigantisch gebouw. Ja, dus dat moet je wel kunnen raken. Nee, ik ben er niet van onder de indruk. Het leek mij een soort ongerichte wraakactie. Ja, maar wel heftig, hè? Meerdere steden. Oorlog is heftig. Maar het gaat om de effectiviteit in de loop van die oorlog. Je kunt hele heftige dingen doen, sterker nog, de Russen... zijn in het algemeen meesters in het doen van hele heftige dingen die geen bijdrage leveren aan een militaire overwinning. Niet waar, ze hebben voortdurend hele heftige dingen gedaan die in feite hoogstens bijgedragen hebben aan verder verlies in dat militaire conflict. Dan moet ik zeggen dat ze daar enig succes geboekt hebben. Ja. Zij het heel tijdelijk vorig jaar dan in de Donbass. Ja, dus het laat alleen maar de onmacht zien, zeg je? Ja, dat lijkt mij wel, ja. Ja, maar hij heeft ook gezegd, Poetin, ja, als het nog een keer gebeurt, weer een terroristische daad, dan schieten we nog meer raketten af. Ongetwijfeld. Ja, ik moet je zeggen, die brug is natuurlijk een ideaal doel, lijkt mij zo. Hè, er is maar één directe landverbinding met de Krim. Je vraagt je af, waarom is het niet eerder gebeurd? En bovendien op een enigszins eigenaardige manier, toch? Een vrachtwagen met explosieven, hoe is die daar dan precies gekomen? Is het een suïcidale actie? Hoe is dat georganiseerd? Was het gecoördineerd? Nou, kortom, vragen te over, want dat werd niet helemaal duidelijk. Nee, het werd ook snel weer hersteld, hè, volgens de Russen. Ja, ook dat al las ik ergens, maar nou alweer vergeten waar, zoals gewoonlijk, dat er geen zwaar vrachtverkeer mogelijk is. Er is wel verkeer over de brug mogelijk in principe. En de treinen zouden ook weer vrij snel kunnen lopen. Oh, kun je daar af? Kijk, wat ik daarvan zag, was dat een fijne fik. En met die oliewagens die daar op dat spoor stonden. En dat betekent toch dat met name ook die staalconstructies daaronder, die moeten daar toch wel door verzwakt zijn. Dat kan haast niet anders. Ja. Dus ja, dat bericht was geen, je kunt er overheen, maar geen zware lasten. Misschien dat ze met de fiets tegen dan wel fijn naar de Krim kunnen. Het zal voor de bewoners van de Krim, die je weet, laatst, ook alweer maanden geleden, is dat vliegveld heel effectief aangevallen.
En toen zijn ik bijna 30.000 krimbewoners die hebben het Hazenpad gekozen. En dit zal zeker een reden zijn om voor nog veel meer krimbewoners om te vertrekken. Het is populair onder de Russen, hè, de Krim, om naartoe te gaan. Ja, omdat dat natuurlijk een fijn soort van subtropisch klimaat is daar op de Krim. Hè? Ja. Ja. Ik geloof dat je daar ook allemaal palmbomen hebt en zo. Oké, ja. Maar naar wat voor fase kijken we nu in de oorlog? Ja, dat blijft natuurlijk betrekkelijk onduidelijk. Omdat nooit duidelijk is, of tot op heden niet duidelijk is geworden, hoe we er een eind aan zouden kunnen maken. Het is duidelijk dat de Oekraïners nog steeds vorderingen maken. Zowel in het noorden als in het zuiden. Ik zag ook dat ze in het zuiden toch ook al ondertussen... Kijk, als ze dat als je even naar die ligging van het land kijkt daar, vreselijk anglicisme, dan zul je natuurlijk zien dat als ze alles boven die rivier die daar loopt zouden kunnen veroveren, dat de Russen met een enorm probleem zitten. Ik moet zeggen dat ik uit het hoofd niet precies weet of Gerson aan de zuidelijke of aan de noordelijke oever ligt of gecombineerd ligt. Dus ja, kijk, zolang de Oekraïners vorderingen maken en zolang het natuurlijk geen winter is, zou ik zeggen, zullen zij zeker niet zeggen, laten we eens gaan praten over deze en gene zaken. Dat zit daar niet zo in. De vraag is, wanneer zullen ze wel gaan praten? Ze zullen ooit moeten praten. Ook als ze alle Russen niet waar uit de Oekraïne zouden jagen, dan zouden ze nog moeten praten. Om de eenvoudige reden die we al meerdere malen vermeld hebben natuurlijk. Ja, dat Rusland daar is, niet weg zal gaan. Een grens van duizenden kilometers met de Oekraïne deelt. Ik denk ook niet 1, 2, 3 zal afzien van zijn ambities. Het verlies van de Oekraïne is een hele serieuze zaak voor Rusland. Ook in economische en andere opzichten. Ja. Dus agrarische opzichten. Hoewel dat natuurlijk ook economisch is. En dan is de vraag natuurlijk, wanneer wil Poetin praten? Je begrijpt dat Poetin natuurlijk toch met iets weg moet komen waarvan hij thuis kan zeggen, nou ja, het is niet groots geweest, maar we hebben toch belangrijke vorderingen gemaakt van welke aard dan ook. Nou, het zouden bijvoorbeeld die regio's kunnen zijn die nu geannexeerd zijn. Nou ja, dus dat je Luhansk en Donetsk. Dat, ja, dat hele gebied zeg maar naar de Krim. Waar het vanaf eigenlijk 2014 ook al omging. En dan is de vraag wel met de Krim of zonder de Krim. Ook een interessante vraag. Met, denk ik. Hij wil de Krim erbij. Ja, omdat daar natuurlijk Sebastopol op ligt. Hè. Want dat, ja, strategisch is die Krim wel van enig belang. Maar dan zijn we weer terug bij af. Eigenlijk gaat het dan om gesprekken die over precies dezelfde problemen gaan als die bekende Minsk-gesprekken die ooit al eens gevoerd zijn. Minsk 1 en Minsk 2. Namelijk, zijn de Oekraïners bereid om Luhansk en Donetsk op te geven, ondanks hun enorm succesvolle militaire optreden? A. B. Kan Poetin dat verkopen als een vordering? Hè? Ja, uiteindelijk zul je ook nog aan de Oekraïne een veiligheidsgarantie moeten bieden. Want daarzonder zullen ze niet in hun eentje juichend door de wereld trekken. Om de eenvoudige reden, wie zegt ons dat die klote Russen niet over 5 jaar weer overnieuw beginnen? Hè? 2014 per slotverrekening en nu dus 2022. Dus ja, ik zie daar 1, 2, 3 niet een gat in, een oplossing in. Nou goed, dan hebben we al dat geklets over die nucleaire wapens. Daar geloof ik tot op de dag van vandaag geen hout van. Iedereen die luistert zal zeggen ja. Heeft hij van ons wel eens eerder gezegd dat hij er niet van, dat hij het niet geloofde en kijk wat er gebeurd is. Daar moet ik zeggen, iedereen is van harte welkom om dat te denken. Die hele nucleaire wapens, dat zijn loze dreigementen. Biden zegt hij maakt geen grappen, Poetin. Heeft hij tijdens die bijeenkomst met die zoon van Murdoch gezegd. Ja, dat is Biden. Biden is niet een van de intelligentste sprekers van deze planeet, moeten wij helaas toegeven. Het was, naar ik begrepen heb, een soort verkiezingstoespraak. Ja, fondsenwervingsbijeenkomst. Big donors, ja. Dus nou ja, dan schiet je al vaak, schiet je eens even uit. Ik weet niet of het verstandig is geweest. Ik vond de hele vergelijking met 62 volkomen achterlijk. Ik weet niet precies wat hij zich daar zelf van herinnert, maar ik vond het niet verstandig om het op deze wijze te presenteren. Het zijn totaal verschillende situaties.
En dan nog, wat wint Poetin in Gods Christus naam? Moet natuurlijk niet te vaak de Heer op deze loze manier eigenlijk erbij halen. Maar goed, wat wint hij in Gods Christus naam met een enigszins omvangrijke nucleaire explosie? Zoals tal van mensen hebben opgemerkt, als de wind verkeerd is, dan zit je zelf met een probleem. Het betekent dat je een groot gebied gedurende enige tijd helemaal niet kunt gebruiken. Het is maar de vraag of het militair effect sorteert, dat weet je helemaal niet. Nou, militairen zijn er niet op voorbereid, hè, nu op kernwapens. Daar waren ze in de Koude Oorlog wel op voorbereid, maar nu niet. Ja, op voorbereid. Nou, toevallig heb ik zelf ooit met een bezem en een emmersop een Centurion schoon moeten maken als oefening. Voor het geval wij besmet zouden zijn door nucleair materiaal. Ik was daar niet van onder de indruk van de manier waarop dat ging. En hoe werkte dat dan? Nou, gewoon wat ik zeg, met een bezem en een emmer sop moesten wij als recruten, weliswaar niet gehuld in antinucleaire kleding, maar moesten wij om eens te kijken hoe dat ging, die tanks gewoon bezemen. Dat hebben we gedaan. Of dat ook effectief is, ik heb geen idee. En wat is je daarvan bijgebleven? De Oekraïners zijn welkom als ze geïnformeerd willen worden over deze moderne methodes. Ja, maar je hebt alleen een emmer sop en een bezem nodig. Maar wat heb je nodig als militair als er een aanval komt met nucleaire wapens? Masker? Nou, je hebt antinucleaire kleding. Die is er wel, die bestaat wel. En je kunt je wel voorstellen dat... Maar goed, je moet dan dus ook altijd als je die kleding weer uittrekt... En je kunt niet even zeggen, s'avonds trekken we het even uit. We leggen het even over de keukenstoel en morgen trekken we het weer aan. Ik neem aan dat het dan allemaal weggegooid moet worden. Het is denk ik heel complex, want dan moet er van alles en nog wat moet voorkomen worden. Dat je besmette deeltjes naar binnen krijgt. Dus er moet een hele zuurstofverwerkingsapparatuur moet erin zitten. Maar ik ben op dit, afgezien van het bezemen van een Centurion, ben ik op dit terrein geen deskundige. En pillen? Moet je die ook hebben? Er moeten troepen zijn die er goed op voorbereid zijn. Die daarmee geoefend hebben. Ja, de deskundigen zeggen van niet. Dat dat niet het geval is. Zowel aan de Oekraïnse kant als aan de Russische kant. Dan hebben ze het laten sloffen. Omdat, ook al aan die Russische kant. Nou, als één ding duidelijk is geworden. Is het de ingrijpende corruptie, incompetentie, chaos in het Russische leger. Het modernste, sterkste leger ter wereld. Wat stond er niet voor prachtstukken in de krant van... Dat het ook voor ons van een zaak van groot belang was om dat bij te houden. Want anders waren die Russen voor het wisten zouden ze een om niet meer in te halen voorsprong op ons nemen. Kom op. Bleek allemaal volstrekt de gestrekte flauwekul te zijn. En dat wordt nog wel eens vergeten. Dat je kunt nog zo'n prachtleger hebben en nog zoveel spullen hebben. Overigens bleken de spullen ook niet te deugen. Maar je moet vooral mensen hebben die ermee werken kunnen. Ja, dat hebben ze ook niet. We hebben al eerder niet waarde voorbeelden gegeven. Ja. Van mensen die militair ongelooflijk effectief waren. En helemaal niet per se beschikten over de beste spullen op dat moment. Niet waar de Duitse Weermacht in 40. Denk aan de Fransen, meer tanks, betere tanks. Maar ja, no fighting spirit, ja. Om het maar even zo te noemen. Ik moet nog denken aan die jongen. Nou, her en der hebben de Fransen wel gevochten, maar ja, ongecoördineerd. De tanks werden verkeerd gebruikt, werden niet voldoende ondersteund. Nou, dat hebben we bij die Russen ook weer gezien. Ja, ja. Ik moet die jongen, dan zie ik nog zo voor me op die tank die zegt, ik heb geen idee hoe ik het moet bedienen. Nee. Dat is toch een grap, als je dat hoort. Ja, doet me gek. Gek genoeg doet mij dit denken aan iets wat er niets mee te maken heeft, maar toch ongeveer hetzelfde is. Wij maakten opnames in Renen. En wie loop ik daar tegen het lijf? Een oud student van mij, geschiedenisstudent. Zeg, god, Pietje Puk, hoe gaat het? Nou ja, ik werk tegenwoordig bij de sociale dienst in Renen. Ik zeg, god, jullie hebben die decentralisatie van de WMO, hè? Dat gaat er nu aankomen. Zijn jullie een beetje voorbereid? Hebben jullie enig idee wat je... We hebben geen flauw idee wat er gaat gebeuren. We zijn op geen enkele wijze geïnformeerd over wat er gaat gebeuren. En toen dacht ik, kijk, hè, wat een ragfijn beleid. Hè. Wat een regering hebben wij toch ook. En ik denk dat dat heel vaak het geval is. Dat zo'n centrum van allerlei dingen besluit. En zo zonder, als er nou over iets recent heel veel geschreven is... Is dat er van allerlei maatregelen worden genomen.
En dat ze geen idee hebben hoe die uitgevoerd moeten worden. Ja. De Kamer ook niet, want de Kamer is geen bal geïnteresseerd in hoe het uitgevoerd gaat worden. De Kamer is alleen geïnteresseerd in de vraag of een van de lui die er een rol in heeft gespeeld, s'avonds in de talkshow mooie sier kan maken. Hoe het uitgevoerd wordt, hoe het er over 5 jaar bij staat, daar kan ze allemaal geen bal schelen. Vaak zitten ze dan al lang niet meer in de Kamer. Ik moet toch zeggen dat... Daar wil ik ook voor pleiten, allemaal tussen haakjes, neemt u mij niet kwalijk. Een Kamerlid zit 12 jaar minimaal in de Kamer. Niet die duiventil die dat geworden is, dat is werkelijk miserabel. En met gevolg dat je de helft van je Kamerleden van toeten op blazen weet. Ja. Ik moet toch zeggen, dat voorbeeld van Tilburg wat ik jou net noemde, daar heb ik toch het idee dat de mensen wel vol ambitie daarmee bezig zijn. En dat ze er echt iets van willen maken. Ik hoop het, we zullen het zien. De uitvoering. Kijk ook zo'n foto over 2 jaar bij staat. Want je weet, in het begin zijn mensen altijd heel enthousiast en zo. En dan gaat het er toch een beetje tegenvallen. En tocht op de gang en dan is van alles mis. Je moet altijd even afwachten wat de lange termijn effecten zijn. Nog een interessante quote uit het gesprek van Biden bij die fondsenwerfbijeenkomst. Hij zei namelijk, er is volgens mij tussen neus en lippen door op hoog niveau contact tussen het Witte Huis en het Kremlin. Permanent, daar ben ik van overtuigd. Maar wat bespreken ze dan? Dat is een backchannel, zoals dat zo treffend heet. Ze hebben eigenlijk, zeker na 62, eigenlijk altijd gezorgd voor backchannel. Ja, dat je elkaar toch, waar ze doodsbang voor zijn, is dat er nucleair geëscaleerd zou worden, terwijl vanwege op wederzijds onbegrip. Heb ik niet het voorbeeld gegeven in de Cuba-crisis van 62. Niet waar dat Robert Kennedy, nadat dan de besluitvorming voltooid was van die ExCom-commissie, op de fiets met een telegramtekst naar het lokale postkantoor fietst in DC. En dat dan via het lokale postbestelling werd het telegram naar Rusland gestuurd. En toen is een gezamenlijk telex-project opgezet. Dus een telex-machine voor de jeugdige luisteraars. De telex is eigenlijk verdwenen van het toneel. Hè. Dat was een soort ratelende machine. Daar kon je dan een berichtje op typen. Dan via het telex-netwerk kwam dat dan. Nou ja, ging van Moskou naar Washington of omgekeerd. Nou ja, de hele journalistiek draaide op telex-machines. Ja. Die er niet meer zijn. Maar wat waren dat voor gesprekken? Wat zijn dat voor gesprekken? Waar gaat dat dan over? Ik denk zo zakelijk mogelijk. Het heeft natuurlijk weinig zin dat je elkaar gaat uitschelden via de backchannel. Hè? Vuile klootzak. En, weet toch een rotzak. Die ziet er ook achterbaks uit. God van je. Stomme Russische dwerg. Nee, dat zal wel niet. Ik denk puur zakelijk. Wat gaan we doen? Wat zijn onze overwegingen? Wat zouden wij kunnen doen? Dat laten ze natuurlijk, dat zullen we soms niet vertellen. Maar ik neem aan dat het zo zakelijk mogelijk is om te vermijden dat je terechtkomt in een escalatieproces waar je geen reep meer op hebt. Maar dat kan wel. Dat het, als je alles kan. Alles kan. Vergeet niet, de wereld wordt gerund door incompetenten. Ja. Want dan, nou ja, er zijn ook soms wel eens ergens competente mensen, maar voor een belangrijk gedeelte zijn mensen dat niet. Dus die maken allerlei gekke fouten. Ja. Maar is dat puur schriftelijk of hebben ze ook bijvoorbeeld FaceTime contact? Ja, FaceTime of zo, met de iPhone en FaceTime bellen, dat durf ik je niet te zeggen. Maar, want dat zullen ze namelijk ook niet vertellen, maar dat er permanent contact is, daar ben ik zeker van. En als dat wegvalt, dan zou je pas zeggen, Ja, ja. En wie doet dat dan? Wat voor hoge ambtenaar is dat? Ik denk als het technische vragen zijn, de militairen betreffen, is er een militaire chef die dat doet. Naar ik aanneem. En als het ook met Trump is er zo'n kwestie geweest van. Nou ja, dat met name militair toezicht op Trump zijn contacten met de Oekraïne, geloof ik. Dat ging toen over die zoon van Trump. Die zoon van Biden. En toen bleek toch een militaire man die daar toezicht eigenlijk hield op wat voor contacten dat waren. En dan die. Of die geen gekke dingen deed of dacht. Ik heb geen idee wie dat precies doet. Maar dat zal wel iemand zijn van de Security Council. Hè. De Amerikaanse president heeft een soort veiligheidsapparaat. Ja.
en wat zich met dit soort van vraagstukken bezig moet houden. Ja, en ze hebben ook de scenario's klaar liggen. Hè? Amerika weet wat ze gaan doen als Rusland. Ja, iedereen heeft in principe wel scenario's, daar mag ik tenminste van uitgaan. Hoewel, nou, vaak als je het achteraf beschreven ziet, blijkt van alles en nog wat een enorm rommeltje te zijn geweest. En omdat men vaak natuurlijk onvoorbereid is op de gebeurtenissen, dat is één punt. Maar wat denk je dat Amerika doet als Poetin op die nucleaire knop drukt? Geen idee. Dat gaan ze jou niet vertellen. Gaan ze mij ook niet vertellen. Maar heb je een vermoeden? Ja, ik denk wel dat hij gestraft wordt, ja. Kijk, zijn ergste straf is dat hij de eerste is na de 2 nucleaire wapens op Japan. Deze sacrosancte regel overtreedt. Die een magische grens overstapt. Dat is voor mij ook de reden dat hij het niet zal doen. Ja. Hij zal voor eeuwig zwart gemaakt worden. Deze kluns. Want laten we wel wezen, lang achteraf kunnen we toch langzamerhand wel zeggen dat degene waarvan wij dachten dat het een coole operator was, iemand die wist wat hij deed, iemand die goed geïnformeerd was, werd dat vaak gezegd, dat hij zo verrassend goed geïnformeerd was over het Westen. En nu blijkt hij dat hij over essentiële dingen helemaal niet goed geïnformeerd was. Want natuurlijk heeft hij gedacht dat Oekraïne een fluitje van de cent was. Denk aan die file die daar boven Kiev stond. Het is, ja, je moet er nog om lachen en zo terecht natuurlijk. Het is wel een, maar dat is, kan alleen verklaard worden, het feit dat hij het überhaupt ondernomen heeft, doordat hij, door wie dan ook, dat blijft ook duister, volkomen onjuist geïnformeerd was over de reactie van de potentiële tegenstander. Dat is natuurlijk heel erg ernstig. Ja. In het geval van een militair conflict. Vergeet niet dat zijn zogenaamde bezettingsmacht van de Oekraïne, hij startte met 200.000 man, waarvan er nu 100.000 zijn uitgeschakeld, als ik het wel heb. Volkomen onvoldoende was om de Oekraïne te bezetten. Mm. Dat wil zeggen dat ik dan dus niet gedacht is aan een daadwerkelijke ouderwetse bezetting. En dat je overal strategische punten enzovoort kunt beheersen. Ja, Oekraïne is groter dan Frankrijk. Dat valt met 200.000 man niet te bezetten. Daar hoef je geen genie voor te zijn om dat te begrijpen. Kortom, dat zal hij ook wel begrepen hebben. Hij ging ervan uit dat het niet bezet hoefde te worden. Dat er voldoende coöperatie zou zijn, dat bezetting niet echt noodzakelijk zou zijn. Ja. Ja, dat is een mannen maar rauw op het lijf gevallen. Ja. En bovendien bleek zijn leger niet te kunnen vechten. En ik meen dat vrij letterlijk, niet te kunnen vechten. Ja, kapot schieten en kapot dingen, mensen vermoorden, dat zijn ze hartstikke goed in. Maar uit alles blijkt dat ze nog tactisch, nog strategisch eigenlijk van wanten wisten. Ja. Maar jij zegt net, Rusland gaat niet weg, maar het zou best kunnen zijn dat Poetin zo meteen wel weg is, want... Ja, dat is natuurlijk wat allerlei mensen hopen, dat hij van de trap valt en dood is. Nou ja, maar die mensen om hem heen, die getrouwd... Dat hij net als ik struikelt over een stoeptegel in Erfurt en dat hij ongelukkig terechtkomt en dood is. Dat hij door zijn lakei doodgeschoten wordt, of weet ik voor wat. Dat zijn geen serieuze overwegingen. Bovendien is er niet de geringste... vermoeden dat die opgevolgd wordt door een hele fijne, stille, democratische type die zijn jeugd heeft doorgebracht met het lezen van dikke boeken over mooie onderwerpen. Een soort van Gorbachev. Ja, een soort Gorbachev, ja. Nee, dat zal niet zo zijn. Maar die getrouwen in het Kremlin zijn wel kritisch. Ja, natuurlijk zijn ze kritisch. Zeker nu het slecht gaat. Ze hebben daar hartstikke veel last van. En kan ik zeggen, ze ook nog wel eens kritische dingen, want dan word je uit het raam gegooid, heb ik begrepen, of overboord gezet, op je superjacht ook zowat. Nee, je begrijpt toch wel dat de hele top van dat land, in de ruimste zin van het woord, misschien afgezien van de financiële sector, die schijnt heel competent en betrouwbaar te zijn, gewoon niet deugt. Dat zijn dieven en moordenaars. Dus de kans dat daar nou een soort van... een soort van Deense figuur boven komt drijven of een Nederlandse figuur. Ja, misschien is Remkes gebeld, ik zou het niet weten, maar als er nou iemand die zou zijn die daar een beetje verwanten zou weten, zou het Remkes van zijn. Hij rookt ook nog. Het gaat ook dat Remkes nog wel eens een borrel drinkt, dus het is wel... Dus als Remkes klaar is met de boeren, dan moet hij eigenlijk naar Moskou?
Ja, nou, hij is klaar met de boeren nu, maar je zult zien dat er het natuurlijk weer niet in staat is om een probleem op te lossen. Dus eigenlijk zegt Rutte met zoveel woorden, godzijdank hebben wij een bejaarde, competente minister-president in voorraad. Een soort hoe moet je dat zeggen, een soort van reserveman. Een understudy, zoals je bij operettes ook hebt. Hè? Dus de ster die heeft een schorre stem. Een stand-in. Een stand-in, ja. Ja, je kunt niet anders zeggen dat als je afvraagt wie is onze meest effectieve politicus van het moment, op het hoogste niveau, dat is Remkes. Niet Rutte, de prutser. Het is toch raar dat Remkes zo'n dossier bij moet punten en aan moet scherpen en moet voorzien van dingen waardoor de boeren zeggen van nou ja, het valt ons toch eigenlijk wel mee. Is een hele ministersploeg daar niet toe in staat en Remkes niet waar, die waarschijnlijk met een heel klein administratief apparaatje draait, die kan het wel. Dat is toch een teken van ingrijpende incompetentie aan de kant van de regering. Ja. Van het kabinet moet ik zeggen. Dus Remkes die moet dat conflict nu in Rusland. Ja, ik zou zeggen bel Remkes. Stomme Russische dwerg. Gelul over de vlag. Chaos, polarisatie. Nou. De live podcast over Europa kun je vanaf nu terugluisteren. Bovendien is deze wonderlijke organisatie economisch gezien de derde grote speler op het wereldtoneel. Het linkje vind je in de beschrijving. De twee andere spelers, jammer genoeg, zijn China en de Verenigde Staten. Dat zijn allebei nazistaten. Met alle onbeschrijfelijke ellende van dien. Ali Niknam van Bunk ergert zich aan de Nederlandse Bank. Daarover vertelt hij in de podcast Sea Level. Het linkje staat in de beschrijving.